sta hier naast Ton Spaan. Ja, dat klopt. Ton, jij bent de voorzitter van deze vereniging, ook van de blesruiters mogelijk. Het is een, organisatie van blesruiters en Koningin Emma uit Wassenaar. Ja. Dat is ooit eens een keer ontstaan door een toevalligheid, omdat een bouwploeg van de Emma, die hield ermee op. En Emma die vroeg van, joh, willen jullie niet gaan bouwen? Nou, dat wilden we wel. Dus we zijn toen begonnen, eind jaren 80. Dus we zijn nu zeg maar zo'n jaar of 40 bijna een team. Ja. Ja. Kan je mij iets vertellen over de voorbereiding? Want er komt vast een hoop bij kijken. Ja, die voorbereiding begint eigenlijk vanavond al. Want dan houdt het evenement op en dan gaan we evalueren. En dan kijken we wat er goed was en wat er fout was. Dat nemen we mee in de vakantie. Daar gaan we er eens goed over nadenken. En na de vakantie dan komen we een keer bij elkaar. Dan gaan we de wedstrijd plannen voor volgend jaar. En dan gaan we in december een kalendervergadering houden bij de KNS. Dan krijgen alle organisaties dan een weekend toegewezen. En dan gaan we in januari gaan we dan beginnen met voorbereidingen. Gaan we bedenken wat voor hindernissen we doen. En dan gaan we bouwen. Ja. Ja. En je hebt er heel veel vrijwilligers nodig, neem ik aan? Ja, we hebben een team van 20 vrijwilligers zeg maar, die gewoon de organisatie dragen. En daaromheen op zo'n dag als vandaag, dan zijn er zo'n 200 vrijwilligers. Ja. Hoop hoor. Was dat nog een probleem dat jullie organiseren meestal een weekend, hè? Een zaterdag en een zondag. En nu konden er omstandigheden, moest dat allemaal op één dag. Wat voor gevolgen had dat? Op zich niet zoveel gevolgen. Je moet wat klasses naar huis sturen, zeg maar. Of niet uitnodigen, want ja, je hebt maar twee en maar één dag. Dus, maar we hebben wel gezegd, van, nou, als we het één dag doen, dan doen we het gelijk één dag goed. Ben je tevreden over vandaag? Ja, wat dacht je? Moet je kijken om je heen. Dat, en we hebben goed weer. En ja, gisteren waren we zo wat weggeregend. En nu is het hartstikke mooi weer. Ideaal, niet te veel zon. Mooie bodem. Dus ja, prima. Ik zag jou net in actie. Van welk team ben jij? Team Landman. Hoe ging het? Ja, goed. Helemaal tevreden. Ja, we moeten nog wat verbeteren op de snelheid, maar het was de eerste keer voor mijn jonge pony. Dus hij heeft het hartstikke goed gedaan. Ja. Ze waren getuigen van een primeur. Ja, ja. Ja. Was dat voor je man ook een primeur? Ja, die was ook voor het eerst mee. Dus was al twee keer primeur. Ja. Ik vroeg me nog onderweg af, maakt het nou nog uit of er één of twee paarden voorstaan? Ja, want ze doen allebei wat anders. Dus je moet ze ook nog los van elkaar instructies geven. Want één kan ook achterblijven. Dus die moet je dan ook weer los, ook weer naar voren duwen. En dat doe je met de teugels? Ja, met mijn teugels, met mijn stem en met mijn zweep. Want je hebt natuurlijk geen benen, je zit er niet op. Dus je gebruikt je zweep als je beenhulp. Dus je gebruikt ook je zweep om hem aan te tikken aan de binnen- en aan de buitenkant. Om hem de bocht om te laten gaan. En je gebruikt je stem om hem een beetje te activeren. En, ja, en de teugels om te sturen. Nou, volgens mij is het prima gelukt. Ik zag het spectaculair door de waterbak. Ja, ging zeker goed. Het was ook een primeur, dus het was leuk. Nou, ik ben Jeannette Chardon, ik ben een eventingruiter en vandaag kom ik met al mijn toekomstige paarden hier de wedstrijd rijden. Al jouw toekomst? Ja, ik heb er drie bij vandaag, dus ja, dat is onwijs gaaf op zo'n terrein. Dan wil je je paarden meenemen en ja, dit is de perfecte mogelijkheid om deze paarden op te leiden. Je hebt de eerste rit gehad, hoe ging die? Ja, fantastisch. Heel mooi terrein. Er is van alles aan de hand. Er zijn mensen, je wordt aangemoedigd. Ja, je krijgt echt kippenvel als je hier rijdt. Heel gaaf.
Mooi, en energie natuurlijk ook. Zo, ja, maar dat moet ook, want ik moet er nog twee, dus ja. Ik heb genoeg energie. Okay. En Chardon, dat klinkt bekend? Ja, klopt. Niet van de eventingsport, maar van de menssport. Mijn vader is 4 keer wereldkampioen in het vierspanrijden, dus 4 paarden voor de koets. En je doet vandaag niet mee hier? Nee, ik volgende week een dikke wedstrijd in Riesenbeek voor de World Cup. En dit is een jong paard en daar verwachten we eigenlijk heel veel van. En ze had al een paar wedstrijden goed gereden, dus ik wilde graag een keer zien. Maar het is gewoon een fantastisch paard en ik denk dat gewoon dat een hele goede combinatie kan worden. Je hebt gewoon tijd nodig, hij moet gewoon eerst rustig beginnen. Maar je ziet gewoon, paard heeft enorm veel talent. En de verwachting is hoog. Het is altijd even afwachten. Het is gewoon een hele mooie wedstrijd hier. De organisatie doet het eigenlijk fantastisch. Heel veel vrijwilligers. Ze zetten gewoon iets moois neer. En het is vandaar ook voor de ruiten en voor de toeschouwers eigenlijk gewoon een supermooie wedstrijd. En ik ben blij dat ik hier ben. En vooral met het weer zit ook nog eens een keer mee. Dus wat willen we nog meer? Ik ben Bram van der Meij, dierenarts bij Paardenkliniek de Raaphorst. We zien ineens de andere kant van de eventing, dat er ook een voor- en na-controle is, klopt dat? Ja, we moeten na het springen moeten ze hier komen. Dus eigenlijk voordat ze de cross in gaan, dat die paarden gewoon gezond en niet kreupel zijn. En dan na de cross moeten ze weer terugkomen, ja, om de controleurs geen wondjes hebben, het hartslag weer snel genoeg daalt, ze gewoon goed in conditie zijn. Dus dat moeten we even controleren. En wat doe je vooraf? Vooraf ook gewoon hetzelfde, dus luister even naar het hart. Kijken of er geen ribbenstoornissen of andere rare afwijkend hart zijn. En dan moeten ze even heen en weer draven. Nou, ik ben Jan Bakker. Ik ben nou doe ik de stijl jureren. Kijk, dan komt er een aan. Kunnen we misschien zo meekijken? Ze moet eigenlijk rechtuit, maar dit is een alternatief, want die durft niet rechtuit te rijden. Dus ze neemt het gemakkelijke kant. Voor de rest ga ik nu kijken wat ze doet. Ze zit mooi in de verlichte zit, dat doet ze wel. Nou moet ze maar eens goed eens even opvangen. Kijk, nou gaat ze, nou vangt ze hem weer op. Opvangen wil zeggen, even de snelheid eruit halen, dat je eventjes gaat zitten, even sluit, noemen wij dat, dat het paard denkt, hé, er komt wat. En dan vul je dat met één aan met je benen. Cijfers, een 8, een 7 en een 8. En de 8 is voor? De 8 is voor wijze van rijden, de 7 voor het aanrijden van de hindernis. En daar pak ik een punt vanaf, omdat ze daar het alternatief, dat die ook al weet. Ik moet weer even opletten. Ja. Let je ook nog op de, wat ik hoorde net zeggen, die heeft losse haren. Nou, dat is juist het belangrijke punt. Die haren horen opgebonden te zijn. Dat was vroeger enkel het FVJ-reglement. Het is, sinds dit voorjaar is het bij de KNS door het Nederlands reglement overgenomen. En dan is het de bedoeling dat gewoon degene die hier de algemene leiding heeft, dat die hier ook op toe zit, dat ze eigenlijk zo de cross niet in komen. Splinter Bergsma en het ging supergoed. Ik ben foutloos gesprongen. Wow. Dus dat ging supergoed. Ja. Oeh. En volgende over 3 weken of 4 weken of EK. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ja. En dat is met een ander, maar deze zijn we nu aan het trainen om ook hoger te komen. En dat gaat supergoed. Heet je Splinter? Ja. Oh, wat leuk. Maar je hebt nog een beugel in. Hoe oud ben je dan? 14. 14. En dan op zo'n groot paard. En dat gaat hartstikke goed, want jij rijdt al jaren? Ja, ik rijd al heel lang. Ik ben Mees Luiten, ik ben hoefsmid. Ik sta hier vandaag als hoefsmid op dit evenement om ijzers terug te slaan die eraf afvallen in de wedstrijd. En heb je het al druk gehad? Nou, een stuk of 5 denk ik zo ongeveer. Maar toch wel? Best wel wat, ja. Het is aardig baggerig dus. Ja. Oh, dan blijven ze eerder plakken? Ja, of iets makkelijker eraf. Okay. Hey, maar jij bent zo jong? Ja, ik vond het altijd eigenlijk al een leuk beroep. En toen ben ik er gelijk voor gegaan eigenlijk. Dus vandaar dat ik zo jong ben al klaar. Oké. Okay. En maar wat voor opleiding zit daar dan vast?
In Barneveld heb ik opleiding hoefsmid gedaan. Duurt 3 jaar. Zo. En dan ben je hoefsmid, in principe. Okay. En wat heb jij met paarden? Ik heb vroeger zelf heel veel paard gereden. Nou ja, daar ben ik wel inmiddels wel mee gestopt. Maar ja, ik vind het wel mooie beesten nog steeds en leuk om ermee bezig te zijn. Ja. En je gaat zo alle eventen af of heb je een eigen bedrijf? Ik heb wel mijn eigen bedrijfje. Daar doe ik gewoon heel de week paarden beslaan. Mm-hmm. Maar toevallig ben ik voor dit evenement gevraagd. Dus dan sta ik hier een dagje. Thank you.